Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Als allereerst, gelukkig nieuwjaar! Het is alweer 2020. De tijd vliegt mega snel voorbij. Ik vind, om eerlijk te zijn, 2020 echt wel een heel mooi jaartal. Ik ben benieuwd wat dit jaar me gaat brengen. En om gelijk het nieuwe jaar af te trappen, heb ik weer een nieuwe video voor jullie. Ik vind het heerlijk om georganiseerd te werk te gaan. Ik ben een planfreak. Ik hou ervan als alles gestructureerd is. Ik moet je wel eerlijk toegeven dat het soms wel een tegenstrijd heeft. Want ik ben heel erg gestructureerd, maar ik kan ook heel erg chaotisch zijn. Maar ja. Om het nieuwe jaar goed te beginnen, dacht ik, laat ik deze video maken. Ook puur voor mezelf, maar ook om misschien jullie een aantal tips mee te geven van hoe ik nou plan. Ik kan nog op verschillende vlaktes nog heel veel leren en verbeteren, maar ik dacht, dit is wel leuk om gewoon vast te leggen. Voordat ik ga beginnen met het plannen van mijn nieuwe jaar, wil ik eerst aan jullie vragen of jullie geabonneerd zijn op mijn kanaal. Zo niet, doe dat dan vooral. En laat vooral hieronder in de reacties achter hoe jij het nieuwe jaar bent begonnen, hoe jij plant. Misschien kunnen we elkaar wel helpen. Oké, laten we dan maar snel gaan beginnen. Als allereerst vind ik het heel erg fijn om een fysieke agenda te hebben. En ik heb afgelopen kerst van mijn lieve vriendinnetje Chanel een nieuwe agenda gekregen. Namelijk deze. Ik moet je zeggen dat ik een fysieke agenda eigenlijk net zo fijn vind als een digitale agenda. Deze is van Studio Stationery. En het chillen aan deze agenda is dat het niet verbonden is aan een week, aan een jaar. Je kan zelf de dagen, de datum, etcetera, etcetera invullen. Dus als je een keertje, een weekje vergeet in te plannen, dan is dat geen probleem. Dan verspil je ook geen papier. Want dat is wel vaak het geval met agenda's. Het is verbonden aan een jaar. En als je paar maanden geen agenda gebruikt, is dat gewoon heel erg zonde. Maar hier kan je zo lang over doen als je wilt. Ik weet niet exact hoeveel pagina's er zijn, maar het is een aardige bundel. Aan de ene kant van de pagina kan je dus je weekoverzicht maken en aan de andere kant heb je plek voor notities. Ik vind het fijn om daar mijn to-do-lijst voor de week, voor de dag te noteren. Eventueel ook nog notities met dingen die ik niet moet vergeten. Dus zo ziet mijn overzichtje eruit op dit moment. Het kan ook veranderen. De ene keer klieder ik heel veel en de andere keer maak ik leuke versiersels. Dan heb ik ook nog een kleine variant ervan. Dit is een handig formaat om mee te nemen in je tas. En hier heb je dan alleen een... Oh, valt een sticker uit. Zat een stickertje in. Hier heb je dan het volledige weekoverzicht. Ook hier kan je zelf bepalen welke data je invult. Op dit moment gebruik ik deze. Ik heb deze ook bij mijn bureau liggen. Dus dit is echt een bureauagenda. En mocht het geval zijn dat ik een kleinere agenda mee moet nemen, dan heb ik deze. En het matcht ook. Dat vind ik heel erg satisfying. Ik hou daarvan. Dus dit zijn mijn twee fysieke agenda's. En dan vraag je waarschijnlijk af, maar Sabrina, wanneer plan je dan zoiets in je fysieke agenda? Ik vind het heel erg fijn om op de zondagavond of gewoon op de zondag zelf er eventjes voor te gaan zitten en dan een lijst te maken van de dingen die ik de aankomende week of weken moet doen. Het ligt er echt aan. De ene keer ben ik mega gestructureerd en weet ik gewoon mijn planning voor het aankomende half jaar. En soms weet ik het gewoon niet en dan laat ik dingen op me afkomen. Maar ik merk, zodra ik dingen heb ingepland, dan is het ook wel een stuk rustiger in mijn hoofd. Oké, dan gaan we verder naar mijn tweede planning. En dat is mijn digitale planning. En ik merk dat ik vaker mijn digitale planning erbij pak dan een fysieke agenda. Dat komt omdat ik altijd mijn telefoon bij de hand heb. En mijn agenda heb ik niet altijd bij de hand. En de tool die ik ervoor gebruik is Google Calendar. En waarschijnlijk heb ik hier al meerdere malen over gesproken. Want ik maak er echt al jaren gebruik van. En waarom ik deze tool zo fijn vind, is dat je kan categoriseren. Je kan miljoenen categorieën gaan bedenken, maar dat is wel een beetje onoverzichtelijk. Ik heb me wel beperkt tot een aantal categorieën, zoals mijn contentagenda. Dus onder die agenda vallen alle content dingen die ik plaats op social media, of dat nou samenwerkingen zijn, mijn video's die ik ingepland heb staan. Dan heb ik gewoon algemene herinneringen, dus de dingen die ik niet moet vergeten. Dan een persoonlijke agenda, dus voor mijn persoonlijke afspraken, als ik met vriendinnen ga afspreken of
andere persoonlijke dingen, zoals standaardafspraken. Dan heb ik een categorie Sabrina Poetri, mijn naam. Naast dat het mijn naam is, is het ook mijn merk. Dus onder die categorie vinden eigenlijk alle werkzaamheden plaats die onder mijn bedrijf vallen. Dus content creatie, evenementen, shootdagen, filmdagen, et cetera, et cetera. Dat valt allemaal onder die categorie. Dan natuurlijk ook mijn studie. Natuurlijk heb ik ook school. Op dit moment staat mijn agenda vol met stage. Dat valt ook onder school. Huiswerkmomenten, deadlines en alle andere momenten die met school te maken hebben vallen onder die categorie. En dan heb ik natuurlijk ook mijn schoolrooster. Die heb ik gesynchroniseerd met mijn agenda. Dus wanneer ik lessen heb, zie ik dat in mijn agenda staan en dan kan ik er omheen plannen mocht ik andere dingen willen doen. Dus dat vind ik heel erg fijn aan Google Calendar. Voor de rest spelen notities en lijstjes ook een belangrijke rol in mijn planning. Ik maak heel veel gebruik van de notitie-app op mijn telefoon, maar daarnaast maak ik ook gebruik van de herinnering-app. Oké, eerst de notitie-app. Ook hier vind ik het heel erg fijn om te gaan categoriseren. Mijn tip aan jou, mocht je ook willen categoriseren, kijk wat voor jou relevant is. Misschien heb je maar 3 categorieën nodig of 10. Ik vind meerdere categorieën wel heel erg fijn, want dan weet ik exact waar het zit. Maar het moet ook niet oneindig veel zijn dat je 10.000 categorieën hebt en dat je het eigenlijk ook niet terug kan vinden. Dan had ik het net ook over de app herinneringen. En ik pak het er even bij. Daar heb ik een aantal lijsten staan. Namelijk to buy, to do, school, samenwerkingen en overig. Het kan zo zijn dat er nog wat lijsten bij komen, maar voor nu vind ik dit het meest overzichtelijke. Nou, het is eigenlijk allemaal vanzelfsprekend. Onder to buy staan dingen die ik graag zou willen kopen. Of ik zet hier mijn boodschappenlijstje in. Eigenlijk alles wat er in me opkomt wat ik ooit in de winkel moet halen. Dan to do. Ja, is mijn algemene to-do-lijst. Ik gebruik ook mijn fysieke agenda ervoor. Maar als ik eventjes onderweg ben en ik denk, oh ja, dat moet ik straks doen, dan zet ik het daarin. Dan hebben we school. Mocht ik huiswerk hebben, deadlines, dingen die ik niet moet vergeten, dan zet ik het daarin. Dan samenwerkingen. Dat komt nog wel eens van pas. Want ja, als je echt all over the place bent met je gedachten, kan je soms wat dingen vergeten. En het is heel slordig als je een samenwerking vergeet of een deadline vergeet of een post vergeet. Dus dat komt bij mij overigens nooit voor. Ik hou me er altijd aan. Maar ik vind het wel handig om het te noteren. Mocht ik bijvoorbeeld nog content voor een bepaald merk moeten maken, dan zet ik het daarin. En overig is gewoon een lijstje voor dingen die ooit in mijn hoofd opkomen. Dat eigenlijk niet onder een bepaalde categorie valt. Dus dat heb ik daar staan. En ik merk dat ik dit heel erg fijn en rustig en overzichtelijk vind. Want vaak denk je van, hé, ik kan het wel onthouden, maar zodra je het ergens hebt genoteerd, dan heeft het een plekje. Ben je niet constant over aan het malen. Dus dat raad ik je zeker aan. En dan hebben we nog iets, namelijk administratie. Al sinds dat ik het me kan herinneren, vind ik het heel erg fijn om gestructureerd met mijn geld om te gaan. Ik weet altijd wat erin en wat eruit gaat. Nou, dat klinkt ook wel overdreven, maar ik vind het wel heel erg fijn om het bij te houden. En daarvoor heb ik een overzicht. Ieder jaar maak ik een nieuw overzicht, want ik vind het wel fijn hoeveel geld er maandelijks binnenkomt en wat ik kan uitgeven. Ik heb ook een boekhouder, dus hij heeft ook mijn financieel overzicht. Maar het is wel handig dat ik weet hoeveel ik mezelf kan uitbetalen als salaris. Want ja, dat is een nadeel als ZZP'er. Je werkt niet voor een werkgever, dus je krijgt geen loonstrookje. Met het werk dat ik doe heb ik geen financiële zekerheid. Dus dit is echt super fijn om mee te werken. En trouwens, voor de mensen die niet weten wat ik doe, ik maak content, dus video's en ik werk samen met bedrijven, daar verdien ik mijn brood mee. Maar oké, het overzicht. Waarschijnlijk ga ik er nog aan sleutelen, maar dit is wel een beetje hoe het eruit ziet. Ik noteer altijd wat voor maand het is, dan de omschrijving van het werk dat ik heb verricht of voor welk merk ik heb gewerkt. En dan zie je hier allemaal getalletjes, allemaal nul. Maar ik hou van Excel, want er zit een, hoe noem je dat, een berekening achter. Dus stel, hè, ik verdien laten we zeggen 100 euro. Dan rekent hij alles automatisch. En dat is echt super fijn. Thanks to my lovely boyfriend dat hij dit heeft gedaan. Want ik was eigenlijk niet zo super goed met Excel. Maar dit is heel erg fijn. Dat kan ik in één druk op de knop eigenlijk weten
wat alles is. Zoals je kan zien heb ik ook verschillende benamingen. Dus het bedrag wat ik heb gefactureerd, mijn vergoeding, de btw die ik moet afstaan, inkomstenbelasting, hoeveel ik daarvoor apart hou. Dan mijn salaris, dus dat is wat ik overhoud als inkomstenbelasting ervan afgaat. En dat bedrag verdeel ik weer over privé, zakelijk en spaar. Ik vind het een heel fijn overzicht om mee te werken. En eind van de maand zie ik wat ik mezelf kan uitbetalen. Naast mijn inkomstenoverzicht heb ik ook een overzicht voor mijn uitgaven. En dit heb ik onderverdeeld onder persoonlijke en zakelijke uitgaven. Onder persoonlijke valt vaste kosten en variabele kosten. En onder vaste kosten valt huur, schoolgeld, Spotify, Netflix en mijn lenzen. En variabele kosten, ja, dat kan echt per maand verschillen. Je hebt nu een aantal categorieën, namelijk boodschappen, overig eten, dus buiten de deur eten, OV, shoppen, vrije tijd, cadeaus, beauty, overig. Ik moet je wel eerlijk toegeven dat ik niet altijd alles netjes erin vul, maar vaak is het een globale berekening van wat ik nou ongeveer per maand uitgeef. Zodat ik ja, later kan zien of ik ergens op kan besparen of iets meer aan kan uitgeven als ik geld over heb. En dan heb ik ook nog een zakelijk gedeelte. Daaronder valt mijn telefoonrekening, mijn boekhouding, eventueel andere zakelijke uitgaven. Dat noteer ik en ik vind dit zo fijn om mee te werken. En het is helemaal fijn om zo het nieuwe jaar te beginnen. Wat ze altijd zeggen, een goed begin is het halve werk. En dat is het zeker. Want als je al vanaf 1 januari gelijk goed van start gaat, dan scheelt het je gewoon heel veel werk. Of het nou gaat om een persoonlijke planning, een financieel overzicht of wat voor overzicht dan ook. Het is heel fijn om dingen gewoon op een rijtje te hebben. Nou, ik heb mijn manier van plannen en overzichten maken met jullie gedeeld. Ik ben benieuwd of jullie hier wat aan hebben gehad. Mocht je nog andere vragen hebben over de manier waarop ik plan, laat het dan vooral hieronder in de reacties weten. Mocht je nog andere tips hebben voor mij of voor iemand anders, laat het dan ook vooral weten. Want daar ben ik heel erg benieuwd naar. Want ja, zoals ik al zei, kan ik hier altijd nog beter in worden. Hierbij wil ik jullie bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!